Als je als onderneming eens, ja, sollicitanten binnenkrijgt, moet je natuurlijk beoordelen met wie ga ik een traject in en met wie niet. Hoe besluit je dan met deze persoon ga ik wel verder en deze drie niet? Nou, dat is pre-kwalificatie en dat is waar Harvard een grote rol in speelt voor onze klanten. Ten slotte ga je natuurlijk met sollicitanten praten. Mensen die aangenomen zijn, mensen die afgewezen zijn. Ja, en dan blijkt dat er ook een hoop pijn zit. Ja. Omdat het proces niet efficiënt is, een hoop tijd kost en heel vaak als oneerlijk wordt beschouwd. En er uiteindelijk mensen worden aangenomen die toch niet de juiste fit blijken te zijn.